Deze week Messenger is sneller, 3D foto's voor iedereen en Fleets. 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 Dit is Kennis met Dennis, de... Oh! Dit is Kennis met Dennis, de social update waarin ik jou de social feitjes van afgelopen week vooruit, zodat je deze week weer helemaal up-to-date bent. Ik ben buiten adem, hoor je het? Wow! Tijdens de laatste F8 riep Mark Zuckerberg het al, Messenger gaat verbeterd worden en sinds vorige week rollen ze die verbeterde versie uit. De app is namelijk... Twee keer, ik wil 8 keer zeggen. De app laadt namelijk tot 2 keer sneller dan voorheen en hij is 4 keer kleiner dan dat hij was. Kleiner? Een mini-appje? Een baby-app? Qua MB's dan, hè, Nicky? Oh, MB's. AMB. Volgens Facebook is de app ook een stuk overzichtelijker. En heb je een Mac-computer, nou dan is het feest helemaal compleet. Hij komt ook voor de desktop beschikbaar. Bam! Yes! Facebook komt hiermee in ieder geval de belofte na. Ik vraag me alleen af of een app als Messenger nog steeds draagvlak heeft in Nederland. Ook al wordt het dan nu makkelijker. Facebook is de minste niet en doet een overraadje voor de gebruikers. Iedereen met een iPhone 7 of hoger of met een recent toestel van Android kan straks namelijk 3D-foto's maken in Facebook. Je weet wel, die optie die er echt niet uitziet, zelfs als je wel een duale camera hebt. Sorry, was dat een buzzkill? Want je werd heel enthousiast. Sorry. Voorheen kon het alleen met telefoons die een duale camera hadden, maar nu door machine learning kan dat... Die moet ik even opnieuw doen, want dat was heel erg... Misschien wel, misschien niet, misschien wel. Ah, oh, dat is een grappig grapje. Voorheen kon het alleen met telefoons met een duale camera, maar omdat Facebook machine learning heeft ingezet, kan dat nu ook met normale camera's en zij vogelen het dan helemaal uit en dan uiteindelijk ziet het er nog steeds niet uit. En you get 3D. 3D! En jij krijgt 3D. En jij. En jij krijgt 3D. 3. Jij krijgt 3D. 3D. Wat moet je ermee? Blog op Ruis C. Gelijk een goed haakje gemaakt. Hey. Oké, zullen we doorgaan? We wisten dat het eraan zat te komen, maar nu is het eindelijk zover. Twitter wordt net als alle andere platformen. Twitter rolt namelijk fleets uit, hun eigen stories die na 24 uur verdwijnen. Je kunt ze niet retweeten, je kunt er niet op liken. Het is net als het begin van alle andere stories. Ik zal er nog wel iets meer over vertellen, oké? Refleeten. Oh, Nicky, refleeten, tuurlijk. Misschien kan dat wel. Joost heeft nooit zulke leuke grappen. Je moet wel heel even zoeken voordat je ze kunt zien. Je moet namelijk naar het profiel van de gebruiker gaan. En de gebruikers die nu fleets kunnen gebruiken, wonen allemaal in Brazilië. Want daar wordt het op dit moment getest. En ik zei al, je kan niet liken, je kan niet retweeten of refleeten zoals Nicky zei. Je kan wel in de DM's sliden, zoals dat ook bij bijvoorbeeld stories op Instagram kan. Ik weet niet hoeveel ik hier nog omheen moet lullen voordat het duidelijk is dat dit een hele heftige copy that is. Roger that. Byte gaat gebruikers die willen meewerken aan het platform door middel van hun content betalen. De hele groep content creators kan tot een bedrag van $250.000 krijgen. Die ze dan natuurlijk wel moeten verdelen. Twitter werkt nog steeds niet aan de revolutionaire editknop, maar wel aan het opslaan van je tweets als concept. Oh my god, life changer! Echt Twitter! Naast alle irritante advertenties die LinkedIn op Facebook plaatst, komen ze nu ook naar een ander platform, Spotify. En daar komen ze met fantastisch mooie playlists om je werkdag nog leuker te maken. Want onze werkdag is al heel leuk, hè, Nicky? Arbeidsvitamine. Instagram TV werkt aan een TikTok-achtige functie die dan weer op een Snapchat-achtige functie lijkt, waarmee je kunt reageren op video's met video. Bam, Nicky. Nog een kopje led. Facebook is de app lekker aan het bijwerken en komt onder andere met een nieuw menu die dan weer niet zo'n vernieuwende uitstraling heeft. TikTok werkt aan een knop om reacties te disliken. So far voor positief platform. China. En de meest verzochte update voor WhatsApp zit er aan te komen, namelijk... Dark mode. Ah, Nick, dit was zo ongemakkelijk. Ik weet nu al dat je het gaat gebruiken. Zeker weten.
Dit was Kennis met Dennis voor deze week. Volgende week ben ik er weer met de nieuwste social update. Van een schaal van 1 tot 10, hoe ongemakkelijk vind je dit stukje? Heel ongemakkelijk. Een 11, oké. Okay.